Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Jamie Jacobs, respect dat je hier even staat. Ik denk een hele vervelende achtbaan vanavond, omschrijf ik dat goed? Ja, achtbaan. Gewoon een, ja, voor het elftal geen fijne avond en voor het hele club. Dus ja, zonde vanavond. En ja, ik heb er eigenlijk niet heel veel goeds over te zeggen, maar ja, het is wel gebeurd en we hebben het laten gebeuren. En ja, het had absoluut niet mogen gebeuren. En hebben we van tevoren ook gezegd van de wedstrijd. Hartstikke scherp aan de wedstrijd beginnen. En dan komen we 1-0 voor en is er in principe nog niks aan de hand. En dan ja, verzwakken we. En dat is ja, flink verwijt aan ons team zelf. Dus zonde. Maar ondanks dat je verzwakt, krijg je toch ook wel de mogelijkheden om die voorsprong uit te bouwen. Ik denk dat je misschien wel 3 assists had kunnen hebben vanavond, denk je niet? Ja, kijk, af en toe loopt het zo. Kijk, iedereen wil natuurlijk die bal inschieten als hij voor de goal ligt. Dus weet je, helemaal geen verwijt of zo. Ja, het was vanavond gewoon niet veel en ja, gewoon teleurstellend. Maar goed, kop op, door naar de volgende wedstrijd en weer daar naartoe kijken. We kunnen er nu niks meer aan doen, we balen hartstikke met z'n allen. Het is hartstikke stil in de kleedkamer. We hebben natuurlijk wel wat gezegd tegen elkaar, maar ja, ik kan er nu niks meer aan doen. Dus, ja. Wat kun je dan tegen elkaar zeggen op zo'n moment? Want het lijkt me gewoon heel bizar dat je hier gewoon vanavond niet wint, hè? Ja, nou, bizar. Kijk, als je de bal er niet inschiet en je bent gewoon niet scherp bij de standaard situaties van de tegenstander, dan kan het gebeuren. En volgens mij scoren ze 3 standaard situaties. 1 keer uit de penalty, 1 keer rechtstreeks uit de corner, 1 keer uit de afgeslagen corner. De bal wordt teruggeschoten en hangt er weer in. Ja, dat is gewoon scherpte. En daar heeft het vandaag gewoon aan gelegen. Jullie hadden je een ander begin van 2020 voorgesteld natuurlijk. Het is natuurlijk zaak om de draad zo snel mogelijk weer op te pakken. Heeft de groep dat vermogen, denk je? Nou, absoluut. Kijk, wat we vandaag hebben laten zien is niet wat wij kunnen. Dat ligt onder ons niveau. Dus dat wij weer beter gaan voetballen, absoluut. Maar jij moet wel even knop om. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren. En wij gaan van de week gaan wij gewoon met elkaar zitten. En dan gaat de knop weer om. En dan op naar de volgende wedstrijd, Jong Utrecht thuis. En dan gaan we daar proberen wel de 3 punten in huis te houden.